met een lage C te spelen. Er zit helemaal niks op het instrument. Dus dit is het instrument zoals ik hem ken voordat ik met de uitvinding van Hans kennis gemaakt heb. Oké, nu komt de lage C. En nu speel ik de lage C met alles erop en eraan. Terug te gaan naar de fagot zonder frek deeltjes. Ik weet niet of dat overkomt akoestisch, maar het is een fysiek totaal ander gevoel. Als ik met frek speel, dan hoor ik die noot, dat voel ik die noot in mijn borstkast vibreren. En bovendien, als ik hem niet aan heb, dan gaat het geluid alleen maar een paar meter van mijn gevoel. En ik voel ook een tegenwerking in het geluid. Ik was er niet van bewust voordat ik die met uitvinding van Hans tegenkwam. Maar nu vind ik het niet leuk gewoon. Het draagt niet genoeg. Het stroomt niet zoals het instrument met frek op. Met frek. Ik voel dat de noot verder draait, ik voel dat het stroomt. Het is niet alleen een kwestie van mij dat de resonantie toegenomen is, maar feitelijk verandert alles met fagotspelen. Dus de dynamische mogelijkheden zijn ongelooflijk toegenomen naar grotere geluid maken, maar ook naar een kleiner geluid maken. Je kan ontzettend zacht op met die frekken spelen. Dat is nummer 1. Nummer 2 is dat in snelle passages die onderlinge noten, de verschillende noten, duidelijker lijken. Ik zal een klein solo van de Rijksvogels spelen van Stravinsky. Dat hoort 3 pianos te zijn. Dat is een klein riedeltje met een lastige binding aan het slot van D naar over een octaaf D naar over een octaaf van C naar D. Dat is een lastige binding. Goed, ik ga terug naar de snelheid van de noten. Je kan die noten, het lijkt op die noten sneller uit het instrument rollen. Wat ook opmerkelijk voor mij is, ik weet niet of dat overkomt, dat die onderlinge noten duidelijker zijn. Dat je ze noot voor noot kunt onderscheiden. Een verder voordeel van mijn flexspelen is dat die noot, die is er meteen. Die wil wel. En dat houdt in ook dat lastige bindingen met legato gewoon veel minder moeilijk zijn. Ik heb net een eentje laten zien, maar die van C naar D. Je hoeft dat niet mee te helpen met je adem, met een extra flik van hand dat klepje. Het komt gewoon. Het komt eruit. En je kan het ook zelfs heel zacht spelen en nog zal het eruit komen. Die D die is er meteen. Andere voorbeelden van bindingen die niet aangenaam zijn om te spelen, in ieder geval waar je in het orkest nerveus van wordt, dat het wel of niet eruit zal komen. Vijfde Tchaikovsky. Het lijkt alsof die noten op een plaats willen vallen. Ik probeer een solo van de 7e symfonie van Shostakovich te spelen. Dat is heel lastig voor intonatie. Het is
begint heel erg zacht. Het zijn heel vervelende vallende noten, zeg maar. Het begint met cis, cis, vies vinden. Ook al niet 100% makkelijk is. Als ik hem haal, dus ik begin een beetje zachter en ik kijk hoe ver ik met die C's kan doen in dynamische zin. Zelf, de hoge pers. Het klinkt heel aanmoediger als je dat vergelijkt met de horn.